Persoonlijk gaf mij geen keus. Het kartel wilde met 500 kilo meeliften op ons transport. 500 kilo? Ja, we zijn de lul. Het transport is geript. What happened with the transport? We zijn het transport kwijt. We hebben een mol. Kom. Gaan even checken. Tijd voor me. Het geluid van het plastic en dat ik er dan zand op. En nu dan met die jongens? Mam, ik ben opgepakt. Koen ook. Jij wilde dit ook niet? Ik wil het nog steeds niet, maar het gebeurt. Louise, dit zijn jouw bedrijven niet. Jij weet dat ik dit nooit zal laten gebeuren. Jij bedoelt zoals je Pamela Ooms hebt laten verdwijnen? Oh. Moet je plek om te schaden, toch? Ja, vond Frans ook. Weet je nog vroeger met die kampers? Ja. Dat die een tijdje weg moest. Zat hij ook hier? Niemand wist het, alleen ik. Lucien was net geboren. Reina is dood. Ik moet weten wat er gebeurd is. Ik moet even bellen naar huis. Ja, doe dat nou maar niet, ik. Even waarschuwen. Ik heb alles geregeld. Er staat bewaking. You fucked up, Carmen. That's how I see it. And that's how my boss will see it. This is 1 million euros. De 500 is his problem. Deze mensen willen je dood hebben. En luister. Zeg niet zo dat die Mexicanen morgen voor de deur staan. Je hebt een paar dagen nodig om uit te vinden hoe of wat. Ik ga het een beetje warm maken. Ja. Extreem gewelddadige Mexicaanse drugskartel zich een positie in de Europese markt probeert te veroveren. Met een compleet uit de hand gelopen politieactie in het centrum van Amsterdam als gevolg. Justitie wilde niet reageren. Hoe gaat u het fiasco op het Leidseplein verantwoorden? Geen commentaar. Mevrouw de Heer, er is een agent omgekomen. Hoeveel arrestaties zijn er gedaan? Mevrouw de Heer. Geen commentaar. Hoe gaat u dit verantwoorden? Mevrouw de Heer, hoeveel arrestaties zijn er gedaan? Geen commentaar, zei Top. What is your connection to Carmen van Walraven? Quiero hablar con mi abogado. Je wil een advocaat spreken. Dat snap ik ook al. Je hebt er veel te dichtbij laten komen. Anders hadden we niks. Maar nu wel. De kinderen hebben op internet gezien hoe de moeder werd afgemaakt. En jij hebt het alleen maar over Carmen. Ik kon toch niet weten dat ze op klaarlichte dag, op een vol plein, iemand zouden durven vermoorden. De minister van Justitie zou willen weten wat er fout is gegaan. Komt er een onderzoek? Tuurlijk komt er een onderzoek. En als dan blijkt dat er fouten zijn gemaakt? Als blijkt dat jij buiten je bevoegdheden bent getreden? Als ik Carmen te pakken krijg? Komt er helemaal geen onderzoek. Is
storm terecht. We zijn naar hem op zoek. Hij is hier verantwoordelijk voor. Hij heeft dat onze jij hem te lang hebt laten zitten. Sta jij nog wel aan mijn kant? Nou, wat een beetje behagelijk hier, hè? Waarom ben je eigenlijk gekomen? Je wilde toch niet meer? Altijd maar mijn zooi opruimen. Altijd maar bij mij zijn. Ik zou niet eens bij mezelf willen zijn. Hé. Nee. Heb je nou gezegd? Wat? Rugrecht. Tanden op elkaar. Van Nathalie. Storm. Ze smeren ze. Heeft Storm de gewaarschuwd? Hij heeft er getipt, ja. Wat weet hij van je zaken? Hij is de rechterhand van Barry. Hij is bij mij thuis geweest. Hij weet veel. Alles, denk ik. Dan moet hij weg, Kar. Nee. Dat wil ik niet. Ik ben niet als mijn vader. Ik ga niet Nathalie de Vriend vermoorden. Kar. Ik wil het niet. Binnenkomen. Nou, kan ik dat weigeren dan? Stoor ik? Gewoon een broerzus dingetje. Kan ik je ergens mee helpen? Wat deed je op het Leidseplein? Shoppen. Hoezo ben je stadswacht geworden? En dat je moeder er was met haar Mexicaanse vrienden? Toeval. Amsterdam is klein. Toeval, Jezus Christus. Heb je Storm nog gezien? Wie? Werkt voor je moeder. Aardige gozer, leuk om te zien. Jouw vriendje. Oh, ja, die. Nee, dat is uit. Die is er niet. Nee. Storm! Hoe wist je waar je moeder was? Hoe wist je dat ze gevaar liep? Zo'n zijn bek voorbij geluld. Gast, het is uit. Hij is er niet. Storm! Hij is er niet! Ah, hey. Heb jij een huiszoekingsbevel? Jullie lopen gevaar, je hebt geen idee. Een mannetje voor de deur is echt niet genoeg. Storm ook. Storm loopt gevaar. Waar is hij? Waar is je moeder? Hé, hey, ben je nou nog niet weg? Hij moet me bellen. Hoor je me? Hij moet me bellen! Dag, klootzak. Moet jij niet met hem mee? Ik wil niet meer terug. Ja. Ik kan hier ook niet blijven. Nat, hij heeft mijn ander leven gered. Ja, en hij heeft mij genaaid. Klootzak! Ga maar lekker zitten, ouwe. Hey, Barry. Hey, Luther. Waarom doe jij niet wat er gevraagd wordt? Waarom stonden er geen mensen bij Carmen thuis en bij de kinderen? En daarom heeft ze nu de pitbull gestuurd.
Een behoorlijk grote bekbol, hè? Voor iemand die een mol in huis haalt. Welke mol? De gozer waar jij voorin stond. Storm? Je lult. Hij is een smeris. Maak hem af. Ja, blijf met je poten van hem af. Hij moet eraan, Luther. Carmen is te soft. Carmen is de baas. Hij weet te veel, hij moet eraan. Carmen is ook jouw baas. Of heb je daar een probleem mee? Moet je het maar zeggen, Barry? Kunnen we op je rekenen? Tuurlijk. Carmen is de baas. Wil ik maar even horen. Wanneer? Hey, boy. Nee, sorry. 8? 8. Godverdomme! Wat is er? Ze heeft de codes veranderd van het transport. Wat? Mijn moeder heeft de code veranderd die Reina moest doorgeven. Lucien. En jij hebt het echte transport verraden, toch? Ja. Sodomiet erin en toch, man. Wat is er? Mama heeft Reina vermoord. Dat is gelul, Lucien. Je moeder heeft alles geprobeerd om Reina te redden. Luus, zoiets zal mama nooit doen. Oh, nee? Nee. Moet je maar opletten wat ze met hem gaat doen. Ik zou hem maar goed verstoppen. Lucien, waar ga je naartoe? Een luchtje scheppen. Luus! Jij bent weg hier. Ik heb Carmen gered. Hey, weg. Luther, nou. Wat doe je hier? Laat hem los. Als ik jou nog één keer zie hier. Moet ik heen dan? Dat is jouw probleem. Denk ik terug kan naar de politie. Dat is echt jouw probleem, Storm. De coke. Ik weet waar de coke van Carmen is. Het is niet vernietigd. Er ligt 600 kilo op het NFI voor onderzoek. Ik weet wanneer het transport eruit gaat. Als jullie dat onderscheppen, is Carmen in één klap uit de problemen. Jullie hebben hem nodig. Zullen we nog wel eens zien? Ik ben geen gevaar voor jullie.
storm zit bij Nathalie. En het gekke is, hij probeert Carmen te helpen. Ik vertrouw hem niet. Het is en blijft de smeres. Hij moet er weg. Ik ga morgen met Nathalie praten. Met Rome luistert ze wel. Ik hoor dat jij wil praten. Tienes que hacer algo para mí. Quiero saber lo que pasó. ¿Quién habló con la policía? ¿Dónde están Carmen, Rosales? Ellos son responsables. Alguien tiene que pagar. Encuéntralos. Goed. Aan Carmen gaan vertellen over Jack van Zandt. Die vent is knettergek. Zo, wat een feestelijke overdracht van een tulp. Wist je dat een tulpenbol vroeger een wettig betaalmiddel was? Dat was goud waard. En toen van de een op de andere dag waardeloos. Poef, zei de luchtbel. Nou, laten we hopen dat... Dat het beter gaat met deze tulp. Lukt het om vanmiddag het geld nog over te maken? Ja hoor, dat komt helemaal goed. Het is nu al elke cent dubbel en dwars waard. Even Carmen bellen met het goede nieuws. Voicemail van Carmen van Waldhaven. Spreek iets in na de piep. Carmen, Van Zon heeft getekend. Ik dacht, ik laat het je even weten. Oké. Okay. Hallo? Met mij. Ik moest even je stem horen. Waar ben je? John, ik kan niet heel lang praten. Hoe is het met Boris en Koen? Koen heeft bekend. Ze laten ze gaan. Ik kan de kinderen vanmiddag halen. Fijn. Hoe is het met je? Ik ben oké. John, ik... Ik weet wat ik moet doen. Ik wil niet meer liegen. Ik weet wat ik moet doen. Ik moet nog één ding doen en dan kom ik naar huis. Doe voorzichtig, want ze staan te posten. Wie? Leefland? Ja. Geef hem maar even. Oké.
Is telefoon voor je. Ja? Carmen. Zo, je hebt wel lef, hè? Je moet luisteren. Ik zie dat je weer bewaking hebt. Hé, mannetje, is dat niet een beetje weinig? En jij? Ik weet dat je me wil hebben. Ja, ik ben niet de enige. Justine gaat je nooit loslaten, dat weet je. Misschien moet je er eens over nadenken hoe groot het probleem Justine nog is in vergelijking met die Mexicanen. Jim, ik ga je een adres geven. Maar ik kom alleen tevoorschijn als je alleen bent. Geen Justine en geen politie. Begrepen? Hola. ¿Qué eres madre, Ciron? Le voy a la cárcel. Me caleo la boca. Fuck it. I come out of prison. My business is ruined. Huh? My woman. My woman is dead. Rosales, who's responsible? Carmen. Quiero saber dónde chingados está. ¿Sí? Sí. Loop jij mij nou te fokken? Nee, Lucie, maar... Of Lucie, ik bedoel... Lucie? Rosales. You know a guy called Luce? Lou? Luce, a guy? No. No? No, it's okay. I could check out Carmen, right? Je moet het uitmaken. Het is een smeris. En dat gaat niet. Hij heeft mama gered. En verlinkt. Die jongen is niks voor jou. Wat gaat er met hem gebeuren? Hij kan nergens heen. Ik weet het niet. Ik hou van hem. Van een smeris kan je niet houden, liefje. En een jong, een mooi. Je vindt wel een ander. Oma. Kunt u een goed woordje voor hem doen? Bij mama. Klootzak.
Weet alles van me. Je lult ook te veel. Begin jij nou ook al? Nee. Wie is hier nou de baas? Kom op nou. Fijn dat je het even duidelijk hebt dat ik de baas ben. Perry. Zo. Heb je ze losgelaten? Ja. Goed gedrag. Hé. Nou, moet niet gekker worden. Ga het voor je doen. We hebben zoek naar Karren. Dat is even lastig. Die is er even niet. Kan ik een boodschap voor je doorgeven? Nee. Nee, het over zaken. En over mijn dode vriendin. Prima. Goed, heren. Barry, ken jij een ene Luus? 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 Luusje. Dat is de zoon van de baas. Joh. Arme Luusje. Jij gaat geen rare dingen doen, hè? Ik ben wel uitgepraat. Luus, wat wil je doen dan? Je moet er overhoop schieten. Renne was zwanger van me. We zouden samen een kindje krijgen. Hé, Luus. Bedankt dat ik hier kon crashen. Hey, Luus. Jij schopt mijn meisjes vangen? Hey, Iria. Doe je nou? Wat doe je mij nou aan? Hey. Ik kom de gevangenis uit, ja? En dan sta ik hier meteen weer mijn potenvel te maken. Het is allemaal weg. Alle rekeningen zijn leeg. Maar waar is ze dan? Wat, Louise, die is weg. Oh, dus ik kan me komen opdraven. Oh, Carmen, maak me af. Kut, fuck. Simon, jij moet Carmen nu de waarheid gaan vertellen over dat geld en over Van Zon. Schatje, Carmen de waarheid vertellen? Ja. Carmen maakt onze relatie kapot. Zij wil niet dat we elkaar zien. Ze heeft ons verboden om elkaar te zien. Ze maakt ons kapot. Dat laten we niet gebeuren. Nee. Laten we niet gebeuren.
Ja, het is wel een risico. Je zegt dat er over 5 minuten geen legermacht binnenvalt die jou in je haren meesleept. Het gebeurt niet. Oh. Ik deed niks verkeerds toen ik met die Mexicanen stond te praten. Nou, wat er gezegd werd. Ze vroegen de weg naar de Wallen, meneer de rechter. Je ging mij alles vertellen. Ja. Kom. Spijt me van je collega. Had ze kinderen? Ja, 2. Weet je of er kinderen Stefan had? Stefan? De snor. Is die dood? Hij is gewurgd met een plastic zak. Was jij dat? Hoeveel levens moeten er nog kapot gaan voor jouw vrijheid? Geen. Ik heb hem niet vermoord, Jim. Of je het nou gelooft of niet. Ik ben klaar met vechten. Ik ga je alles vertellen. Maakt niet uit hoe lang ik ervoor moet zitten. In ruil voor wat? Bescherming voor mijn kinderen. Volgens mij hebben we dit gesprek al eens eerder gevoerd. Wij hebben hetzelfde doel. Jullie willen die Mexicanen weghouden uit Nederland. Ik wil die Mexicanen weghouden van mijn familie. Jullie willen een verband aantonen tussen het transport dat is opgepakt, die Mexicanen en mij. Maar dat heb je nog niet. Ik kan alles geven. Er vallen geen doden meer. Niet aan mijn kant en niet aan jouw kant. Anders steek ik geen poot voor je uit. Beloofd. Ben je bij Nathalie en Lucien geweest? Heb ik gesproken, ja. En Storm. Hij heeft een oplossing voor je probleem met het kartel. Ik ga mezelf aangeven. Maak je geen zorgen. Ik ga niks over jou of wie dan ook vertellen. Alleen over mezelf. Dat is de deal. Dat is toch geen deal, Carmen? Luister. Storm zegt dat die 600 kilo die justitie in beslag heeft genomen er nog is. Die is nog niet vernietigd. Die gaan we ophalen. Ik wil naar huis. Je gaat heel lang de lik in. Dat weet ik. Jij wilde toch ook stoppen? Ook. Wat heb je gezegd? Niks. Wat volgens dan? Ik wilde weten of ik echt achter het stuur zat. En niet jij. Wat zei je? Ja, dat ik reed. Hebben ze nog iets over mijn moeder gevraagd? Ja. Ik zei dat ik niks wist, want ik weet ook niks. Pap!
Hey, Bor. Kom, we gaan. Meneer De Weert. Dag. Deborah Correa, jeugdzorg. Jeugdzorg? Is dat niet een beetje voorbarig? Het zijn twee doodnormale jongens die iets heel stoms hebben gedaan. Ik begrijp dat in dit soort gevallen wij graag even de thuissituatie komen bekijken. De thuissituatie? Mm-hmm. Of er een reden te vinden is waarom twee doodnormale jongens best extreem gedrag vertonen. Oké. Mooi. Dan komen wij morgen even langs om het traject dat we ingaan te bespreken. Morgen al. Dit is uiteraard niet op vrijwillige basis. Nee, dat begrijp ik. Ja, sorry. Goed, tot morgen. Dag. Kom jongens. Ik verwacht de rapporten van alle gesprekken op mijn bureau. Ja. Ik heb de hele avond op je zitten wachten. In die woktent. Sorry. Kun jij ons even alleen laten? We moeten iets doen aan Storm. Fiep, Carmen wil het niet. Carmen weet soms niet wat goed is voor de familie. Het is niet anders. Ik heb mijn mond gehouden. Kleine. Weet jij waar Storm is? Weet ik niet. Weet mijn moeder dat jij hier bent? Tuurlijk. Ik werk toch voor jouw moeder. Weet je echt niet waar je vriendje is? Vriendje? Nee, het is een rat. Hij werkt voor de smeres. Ik heb hem eruit gegooid. Ik wist wel dat jij een harder zou worden. Hm? Nou, pas goed op jezelf, hè. Ik wil niet meer weglopen. De enige manier om voor jou en de kinderen nog een veilig leven te krijgen is mezelf aangeven. Jezus, Carl.
kun je 15 jaar voor krijgen. Misschien wel meer. Maar een derde aftrek wegens goed gedrag. Ben ik nog geen 60 als ik weer buiten sta. Hebben we nog heel wat jaartjes samen. Je moet gaan. Maar als jij niet zo lang kan wachten, dan snap ik dat ook wel. Jij moet ook door. Gaan. Ik ga met mijn moeder praten, maar je moet nu gaan. Waternaaier. Carmen? Ik heb met jou geen deal meer. En je hebt geen bescherming. Zodra ik voldoende bewijs heb, kom ik je halen, weet je dat? Jim, wat? Hoezo? Een storm is neergeschoten. Wat? En daar zit jij achter. Jim. En luister naar me. Hij is niet dood. Jij hebt geen deal. Niets. Carlos! Ik heb het niet gedaan. Ga weg! Spreek me van het ongemak.